Herinneringen zijn niet altijd gebaseerd op de realiteit. En sterker nog, ze zijn bijna nooit gerelateerd aan de realiteit. Onze herinneringen, wat we ons herinneren, wordt beïnvloed door onze staat van zijn, door ons opwindingsniveau, ons stressniveau. En wat wij herinnering noemen, is in feite een psychologische herinnering. En misschien heb je dat al wel ontdekt, dat als je het over iets hebt wat in het verleden is gebeurd, dat jouw broers en zussen daar op een hele andere manier naar kijken, het zich op een hele andere manier herinneren. Wat ik merk in de consulten die ik geef, in de traumaconsulten die ik geef, is dat hoe verder we iets exploreren, dus er komt een herinnering bij iemand op, en als we dan daarmee gaan werken door het lichaam erbij te betrekken, door de emoties erbij te betrekken, door de impulsen die van binnenuit ontstaan erbij te betrekken, dan komen er, als iemand in een rustigere staat van zijn komt, andere herinneringen op. Dan opent zich iets in de persoon, waardoor nieuwe herinneringen opduiken. En dan komen we heel vaak bij een herinnering die voorafgaat aan wat de persoon dacht dat de aanleiding was voor de stress, bijvoorbeeld, waar iemand zich in bevond. Het kan ook zijn dat iemand heel erg geprikkeld is of dat iemand heel erg getriggerd wordt door iets en niet weet wat daar de oorzaak van is. En als we dan werken met met alles wat helpt om zichzelf beter te kunnen reguleren, dus tot een kalmere staat van zijn te komen, dan popt er plotseling iets op. Een beeld of een gedachte of een overtuiging die tot dat moment verborgen was gebleven vanwege de gespannen staat van zijn. Maar wat wij een herinnering noemen, is heel vaak een koppeling met emoties, met psychologische situaties met, het is in feite een psychologische herinnering. En ik zal een voorbeeld geven dat ik zelf heb gehoord van mijn opleidster van de Somatic Experiencing opleiding, van de traumahelingsopleiding. En ook zij heeft het weer van iemand anders gehoord. Maar ik vind het een heel mooi voorbeeld. Dat was iemand, het was een vrouw die bij een therapeut kwam en die heel erg getriggerd werd als ze een bepaald type man zag dat op haar vader leek. Als ze zo'n man zag die op haar vader leek, dan raakte ze in een toestand van angst, van paniek. Van overweldigd worden, in feite een soort doodsangst. En ze was al bij een therapeut geweest en die zei van: het moet zo zijn dat jouw vader jou op een of andere manier misbruikt heeft. En dat je dat niet meer kunt herinneren, omdat je gedissocieerd bent. Geweest, omdat het te overweldigend voor je is geweest om het je nog te kunnen herinneren. En dat is een hele gevaarlijke uitspraak om te doen, om op grond van iemands angst of paniek en de associatie met vader
om op grond daarvan te besluiten dat er wel misbruik zal zijn geweest. Maar de cliënt dacht, deze vrouw dacht van, ja, dat is heel aannemelijk. Waarom zou ik anders zo getriggerd worden door een man die op mijn vader lijkt? Dus ze ging dat uitspreken en in de familie kwam een hele dynamiek op gang, waardoor de hele familie in feite uit elkaar viel. Omdat de een die geloofde het, de ander geloofde het niet. Weer een ander wilde niet dat er over gesproken werd. Dus mensen gingen elkaar mijden, gingen elkaar dingen verwijten. En de familie viel uit elkaar. En toen ging de therapeute die dit verhaal heeft verteld aan mijn opleidster van mijn training, die ging werken met deze vrouw. Werken met de lichaamssensaties, met de emoties, met de impulsen die van binnenuit kwamen, met de overtuigingen die er waren. Dus die ging die verkrampte staat van zijn helpen uit elkaar te halen. En om deze vrouw te helpen om zichzelf zo te reguleren dat ze in een rustigere staat van zijn kwam. En toen ze eenmaal in een kalmere staat van zijn was, toen opende zich ineens een herinnering die ze tot die tijd verborgen had gehouden in haar systeem. Onbewust gaat dat. Een herinnering van dat toen ze van haar werk kwam op zekere dag en richting huis ging, zij woonde nog thuis bij haar vader en moeder, dat er ineens een man opdook en haar wilde misbruiken. Dus die man overweldigde haar en ze heeft zich los weten te worstelen. Ze heeft zich weten te bevrijden voordat die man de kans had gehad om haar te verkrachten. En die man riep haar na: als je hier iets van vertelt, want deze man was bekend bij het familiesysteem, als je hier iets van vertelt tegen je vader, vermoord ik je vader. Dus dat was haar grote angst. Dus zij koppelde deze man die haar zo overweldigd had aan de angst dat haar vader vermoord zou worden. Dus een enorme angst dat via een link naar haar, haar vader vermoord zou worden. En de koppeling die haar in haar ontstond, was dat als ze haar vader zag, dat ze dan doodsangst kreeg. Als ze een man zag die leek op haar vader, werd ze herinnerd aan haar vader, die vermoord zou kunnen worden als zij iets zou vertellen over dat gebeuren met een hele andere man. Dus als een man leek op haar vader, werd in haar een doodsangst gemobiliseerd. En dat is dus een heel ander verhaal dan dat haar vader haar misbruikt zou hebben. Dus zo werken herinneringen bij ons. Wij herinneren ons in feite geen feiten. Een herinnering die blijvend is, komt tot stand meestal door een herinnering aan iets heftigs. Als iets wat omgeven wordt door emoties en door overtuigingen en door alles wat daar omheen zit. Dus dat is heel belangrijk om je te realiseren, want het gebeurt vrij vaak, helaas, dat bijvoorbeeld op grond van een familieopstelling of een craniosacraal therapie of wat voor sessie dan ook, geconcludeerd wordt door een therapeut of door de cliënt zelf dat er wel sprake zal zijn geweest van misbruik. Ook bijvoorbeeld een angst voor misbruik
of een interpretatie van dat iemand je zal gaan misbruiken, kan in je herinnering gaan voelen als dat het echt gebeurd is. Dus het is belangrijk om niet te werken vanuit de herinnering, maar vanuit het exploreren van de staat van zijn waarin iemand is. Het onderzoeken, het nieuwsgierig onderzoeken naar wat gebeurt er als je gaat de emoties gaat voelen, als je de impulsen gaat voelen, als je je overtuigingen gaat waarnemen. Als je je gedrag gaat observeren. Als je gaat waarnemen wat triggert mij precies. En dan is het belangrijk om te volgen wat er gebeurt, wat er van binnenuit gebeurt. Het is niet eens belangrijk om het oorspronkelijke feit je te herinneren. Het is belangrijker om waar te nemen wat zich ontvouwt en wat jou kan helpen om jezelf te reguleren.